Hoi, leuk te kijken naar weer een nieuwe video. Welkom bij deze boodschappen shopvlog. Ik ben Marilisa en ik ga jullie meenemen door wat wij allemaal als gezin eten deze week. Ik heb weer de weekboodschappen gedaan en heel erg op tijd, namelijk op zaterdag al. En dan eten we het eigenlijk normaal gesproken pas vanaf maandag. Deze week even anders, want ik had vorige week gezegd dat wij op zondagavond uit eten zouden gaan. Dat gaat helaas niet meer door, dus ik moest sowieso iets hebben om vanavond te eten. Dus dat ik had bedacht dat ik echt weer wat aan mijn gezondheid moest gaan doen. Want als je de vorige vlog van jullie hebt gekeken, waarin ik jullie meeneem, ben ik langs de huisarts gegaan en is mijn bloeddruk aan de hoge kant. Een van de dingen die daar bij de huisarts besproken zijn, is dat ik toch wel nog steeds aan de zware kant ben. En dat ik daar toch ook wel misschien voordeel van zou hebben als ik af zou vallen. Nou ben ik daar natuurlijk al best wel een hele poos mee bezig, maar mijn lichaam weigert gewoon van zijn plateau af te komen. Ik ben ondertussen echt al 4-5 weken eigenlijk gelijk gebleven. En ik was dat op mijn werk aan het vertellen van ja, goh, hoge bloeddruk, daarom moest ik ziek zijn, een dagje, blablabla. En toen ik dat vermeldde aan collega's van ja, daarom was ik vorige week ziek, want mijn bloeddruk was hoog, daardoor krijg ik waarschijnlijk migraine. Toen zei er eentje van, oh, een vriendin van mij heeft het CERT-dieet gevolgd, is heel veel meer afgevallen, is het goed als je een hoge bloeddruk hebt, blablabla. En ook met het oog op dat er over 1,5-2 jaar ook een bruiloft aankomt. Een soort van stok achter de deur. Dacht ik, nou, ik heb me daarin ingelezen, het soort dieet. En toen dacht ik, ik ga daar gewoon op zondag gelijk mee beginnen. Dus dat is waarom de boodschappen deze week er iets anders uitzien dan normaal. Voor degenen die het niet weten, want ik wist het ook niet. Het soort dieet is dus het dieet waarmee Adele zoveel kilo is afgevallen. En daar heb je dus ook gewoon een boek van. Daar ben ik in begonnen met lezen. Ik zal het onderin de beschrijving linken. Ik heb tot nu toe gelezen tot... En met de eerste week. En de eerste week is een soort van reset week. De eerste 3 dagen ga je op sapkuur vooral. Je hebt 1 maaltijd en de rest is allemaal sapjes. En dat doe je dan 3 dagen lang. En op dag 4 komt er een 2e maaltijd bij tot en met dag 7. En dan ga je geloof 3 maaltijden en een sapje en zo eten. Dus het enige wat ik niet heb kunnen vinden was boekweitspullen. Boekweitmeel, boekweitnoedels, boekweitvlokken. Dus die zou ik denk ik even moeten bestellen. En de boerenkool heb ik wel al morgen nodig, want die zit in de sapjes. En die heb ik dus niet, is dus wel bij de Albert Heijn en ben ik nog even bij de Aldi geweest, niet kunnen vinden. Nou moeten we vanmiddag nog naar de stad, dus ik hoop dat ik dan als ik daar de Aldi of de Albert Heijn inschiet, dat het dan wel lukt. Het is natuurlijk, het lijkt wel seizoen ervoor, maar het is natuurlijk nog niet. En nieuws, daarom is de boodschappenshopvlog vandaag iets anders. Ik ga dus ook iets anders koken, soms 's avonds voor de kinderen en voor Pascal als voor mezelf. Maar mijn lichaam moet gewoon even een shock hebben. Dus dat gaan we proberen. Wish me luck. Voordat ik dat allemaal aan jullie ga laten zien, wil ik jullie vragen deze video een duimpje omhoog te geven. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal om op de hoogte te blijven van de video's die ik post. En dan gaan we beginnen met de boodschappen. Omdat ik nu niet echt een specifiek avondmaaltijdplan heb, heb ik het even allemaal een beetje zo bij elkaar neergelegd. Even het vlees en de groenten en de fruit en tussendoortjes, dingetjes. Even zo. Ik zal sowieso wel onderin de beschrijving zetten wat ik uiteindelijk iedere avond gegeten heb, et cetera, et cetera. We hebben nodig kip. Nou was deze in de aanbieding 2 voor 6,50, dus er gaat er gewoon eentje in de vriezer. Gerookte zalmsnippers. Ja, Pascal eet dan een keer een varkenshaasje. Deze heb ik wel voor 35% korting gekocht, want die kan ik natuurlijk gewoon invriezen. Let ik op. De kinderen eten ook gewoon nog een keertje tacos, want die heb ik vorige week gekocht. Dus als ze terugkomen van hun vader, eten ze dat met Pascal. Deze kan natuurlijk ook in zakjes verdeeld worden in porties en dan in de vriezer. We gaan een keertje gamba's eten. Selderij, dat is voor de sapjes dus. Ik hoop dat ik genoeg heb, want overigens staat een handje of een paar stengels of weet ik wat. Dus ik vind het heel lastig inschatten. Maar goed, in ieder geval deze. Citroenen heb je nodig. Avocado's, een paprika. De courgette is ook voor bij de taco's. Knoflook. Tomaten, nou ja, wat ik al bedacht heb, je bijna 1 kilo nodig hebt. Dus we gaan kijken hoe ver we daarmee komen. Rode uien, ik heb nogal wat liggen, maar ik geloof dat bijna in ieder recept een rode ui voorkomt. Dus nog meer citroenen. 2 zakjes, want inderdaad, je drinkt bij die sapjes alleen al 1/2 citroen per sapje. En je drinkt er minimaal 3 op een dag, dus ik dacht genoeg citroen. Cherry tomaatjes, rucola ook voor in het sapje, witlof. Ze zeiden witlof of roodlof. Ik heb nog nooit van roodlof gehoord. Dus ik heb haar witlof meegenomen. Een kaas voor op de boterhammetjes. Ontbijtspek hadden we nodig. De dadels. Dat is ook als tussendoortje vooral, volgens mij.
Ze zweren bij olijfolie, cacao, cacao-nips. Iedere keer als je je maaltijd hebt gehad, zeg maar. Dus dat, ja, in de eerste 3 dagen heb je 1 maaltijd en dan daarna heb je 2 maaltijden. Maar dan mag je 1 keer per dag 85% blokje cacao. Dus nu hebben we deze, want ik weet zeker dat ik deze lekker vind. Kokosnippers, walnoten, mais, ook voor de taco's. Kidney beans. Ik heb een potje spersieboontjes meegenomen voor bij Pascal. Als hij zegt van ik heb geen zin in spinazie à la crème. Want er stond me bij dat hij dat niet lekker vond. En dan kan hij die opeten. Bouillonblokjes voor kip en groentebouillon. Kappertjes hebben we. Kokosmelk. Gesneden tomatenblokjes. Dit kon ik dan wel vinden. Dat is waarschijnlijk wel van Boekweit. Want ik stond me bij dat ik een keer soba noodles met miso nog iets moest eten. En dit is dus inderdaad wel met Boekweit. Dus voorlopig gebruiken we die dan maar eventjes. Aardbeidjes stond ergens ertussen voor deze week. Groene appels, dus je eet een halve appel per sapje. Ik heb appels voor de rest van het gezin gekocht. Expres de andere, want die vindt niemand echt lekker volgens mij bij ons. Tenminste, ze verkiezen allemaal deze. Die vinden we oké, maar deze zijn lekkerder. Dus die heb ik gekocht. Fruitreepjes voor naar school. Eigenlijk al het andere is dan niet nodig. Platte peterselie. Okay. Platte peterselie heb ik 2 pakjes van gekocht. En toen zag ik dat ze ook een platte peterselie plantje hebben. Nou, iedereen die mij al langer volgt weet dat ik verschrikkelijk slecht met plantjes om kan gaan. Maar als dit nou een beetje in leven blijft, het blijft denk ik langer goed als dit. Dan heb je hebt ook voor heel veel dingen platte peterselie nodig. Je hebt ook kruidnagel nodig en mosterdzaad. En alle andere kruiden enzovoort, dat heb ik allemaal nog in mijn kruidrekje. Al met al, heel veel andere producten. Niet dat ik ze niet lekker vind, maar die gebruik je gewoon niet zoveel. Ik heb deze week dus ook gewoon minder nodig van het normale eten. Omdat ik vorige week al best wel had ingeslagen. Plus dat we deze week tot donderdag maar met z'n tweeën zijn. En donderdag kunnen we dan dus taco's eten. Pascal kan mee eten met het cert dieet. Maar dan doe ik wat extra dingen erbij. Voor die kinderen weet ik het nog niet zo goed. Maar dan eten ze donderdag sowieso taco's. Vrijdag komt mijn moeder weer om te koken. En zaterdag eten we altijd friet met snacks. Dus dat komt helemaal goed. Zoals altijd zet ik onder in de beschrijving wat we per dag dus gaan eten. Als we iets anders eten, zet ik daar gewoon 2 maaltijden neer. Dus als ik anders eet dan de rest van het gezin, dan zal ik dat daar ook neerzetten. Vind je dus dit video zo leuk geweest? Geef dan een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal om op de hoogte te blijven van de video's die ik post. En om te zien hoe mijn eerste week op het cert dieet gaat. Wish me luck. Bedankt voor het kijken en tot in de volgende video. Doei doeg!